En daar is de moskee. Een punt erbovenop. En wat staat er bovenop de minaret? De top. En wat is de top? Een maan. O da hem Hollanda kültürü hem Osmanlı kültürü var bu camide. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Toprağım nasılsın? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun abi? Adana mı yapıyorsun? İyi, güzel. Yardım ihtiyacın varsa gelebilirim abi. Teşekkür ederim. Aşkım. Sağ olun. Biraz da ekşimsi tam köy yoğurduna benzemiş. Afiyet olsun. İsim neydi abi? İsim Kaya. Kayahan? Kaya. Karacaburun. Ne kadar? 50 lira. Allah kabul etsin. Amin cümlesini. Hadi hayırlı günler. Hadi güle güle. Çok zor dönemler yaşadık. Çok zor. Burayı duyduk ve pazarlığa başladık. Önceden belediye bize biraz sıcak bakmadı almamızı. Bizim almaya kalkınca biz depoziteyi yatırdık 500 bin lirayı. Güldeniz o zaman. Bu sefer belediye mi aracı oldu, devlet mi aracı oldu, bankalar bize kredi vermez oldu. Önce bütün bankalar kredi veriyordu. Kredi vermediler. Biz de halka dedik ki, arkadaş biz 500 bin lira depozito yatırdık buraya. Hiçbir Avrupa'da banka şu anda bize kredi vermiyor. Bunun 500 bin liramız yansın mı yoksa ne yapacağız bunu? Biz borç veya hibe karşılığında para topladık. Ve bu parayı 2 haftanın içinde 2,5-3 milyon gülden topladı. 2 haftanın içinde bak. Hadi abi kolay. Hadi güle güle. Kijk eens lief, daar wonen wij. Er staat onze auto er ook. Alleen maar een rode auto, hè? Vroeger hadden wij een rode auto. Dat is niet onze auto. Nee, dat is niet die van ons. Nou, lief, dat hoort aan de hele moskee. Met de minaret, als die helemaal af is. Nou, toen wij hier kwamen wonen, hadden we dit mooie... Het is natuurlijk een huis met geweldig uitzicht. En we hadden gehoord dat er een moskee kwam. En mensen zeiden, het wordt een enorm groot gebouw. Dus ik wilde wel weten wat dat nou precies zou betekenen voor ons uitzicht. En toen had er bij het stadsdeel net een hele tijd een grote kaart gelegen van die moskee waar alles op te zien was. Dus ik vroeg, ja, is dit nou definitief? Waarop die gemeenteambtenaar zei tegen mij, definitief, alleen de dood is definitief. Dus dat zijn een soort profetische woorden gebleken, want vervolgens duurde het zo'n bijna 10 jaar voordat het ook echt definitief werd. Kijk, het is een mooi gebouw en alles. Prima allemaal dat het er komt. Maar de mensen die hier de woning hebben gekocht, die zullen wel knap in de zak gezeten voelen. Dus, Hoezo dan? Nou, dat zeg ik. Ik heb hier ook naar de woning geïnformeerd. Er werd aaskaart gezegd, nee, die moskee die komt er niet. Hierachter, dat is een deel van Turkije. En dat maakt het zo bijzonder. Dat maakt het nou zo geil. Ik woon al hier al 33 jaar. Ja. Ik heb hier de moskee in de garage gekend. Ja,
Ik heb de moskee op de Porties weggekend toen ik hier weg moest. Ja. Turken zijn geen Turken. Turken zijn gewoon Nederlanders. In een ander spelletje. In een ander ding, ja. Ja. En daar zit je dan ook weer het verschil in tussen een Turk en een Arabier of een Aziat. En daarom zeg ik hiermee, dit is het mooiste wat we hebben kunnen krijgen in deze buurt. Var abi işte bakıyoruz. Tamam, tamam. Biz elimizden geleni yapıyoruz yani. Hayal ettiğimiz mabedimize kavuşmak için bıkmadan, usanmadan, yılmadan bu mücadeleyi verdik ya. Bunun ifadesi mümkün değil. Ancak yaşamakla anlaşılır bu. Yani 20 yıldır bir konuda mücadele ediyorsunuz, 20 yıldır çalışıyorsunuz ve 20 yıl sonra neticesini alıyorsunuz. Ondan dolayı mutlu. Bu sadece cami için değil, hayatta her zaman böyle olur. Kreeg woensdagavond zag ik ineens bordjes staan, fietsen alsjeblieft weghalen, want er is 24 en 25 mei is er een braderie. Maar ja, we hadden in principe die verhuizing al gepland. Dus dat is een beetje kort dag om alles nog te verzetten. Dus ja, dan toch maar door laten gaan. We gaan naar Amsterdam-Noord, boven het NDSM-terrein. Daar hebben we een lekker huisje met een tuin. Waar de kleine lekker in kan, speeltuin erbij. Uit de stad. Goedkoper. Geen moskee voor de deur. Ja, het ziet er heerlijk uit. Ik vind die doelmaas er ook wel lekker uitzien. Ja, laten we dat doen. 4 of zo. Ja, of 5. Oh, het is een portie van 5. Ja, 1 portie bedoelde ik, ja. Ik heb altijd wel gewild dat hij er kwam. Ik had veel liever dat hier een mooie moskee zou komen dan dat het op een gegeven moment, een van de projectontwikkelaar daar iets anders mee zou gaan doen. Wat ik zelf heel leuk vind van deze buurt is dat het een verschrikkelijk multiculturele buurt is. En tegelijkertijd is deze buurt ontzettend aan het verjuppen. Dus ik denk eigenlijk dat die moskee wel een soort van waarborg zal zijn voor de multiculturaliteit van deze buurt. He, er staan overal van die spandoeken met voor de kleurrijke Amsterdam. He. Dat is inmiddels kleurrijk geworden. Maar het is wel erg gescheiden nog. Het is erg dat je nog zoiets hebt van, het is heel erg Turks georiënteerd. En waar je zelfs zoiets hebt van, ja, dat voel je niet helemaal als autochtone Nederlander, voel je niet helemaal Senang, zeg maar. Dus het is bijzonder, het is een stukje buitenland voor je deur ineens. Ja. Ja. Erg dichtbij, ook als je beseft dat de ingang aan deze kant komt. Ja, terwijl daarvoor de plaatjes zijn steeds van de waterkant. Dus dan ga je ervan uit dat de voorkant is. Maar ergens kwamen we te horen dat dit de voorkant is. En in die tijd zijn er ook wel eens op vrijdagmiddag groepjes mannen hier gaan komen aan deze kant. En die zijn gaan bidden en gaan doen. En het is net of er een hele andere wereld naar je toe komt. Dat het alsof het niet geïntegreerd is. En dat je, dus dat geeft een beetje een rare sfeer. MUZIEK
Zaten şurada dibimizde bizim bir Maruh camisi var. O camide günlük 5 vakit namaz kılıyorum. Oradan gelirken de bizim bu inşaatın etrafını 5 sefer dolanıyorum günde yani. Sanki Mekke'de Kabe'yi tavaf eder gibi tavaf ediyorum bu inşaatın etrafını. 5 sefer günde dolanıyorum. Yani bana ahiretim huzur veriyor yani.